Ik was alleen thuis. En ik ging s'avonds in bad en ik had olie in bad gedaan. En ik dacht, dan smeer ik me even in met die olie. En toen voelde ik aan de binnenkant van mijn borst voelde ik een knobbeltje. Toen ben ik eigenlijk meteen in het bad gesprongen. Ik was eigenlijk meteen in paniek, zo van, nou, dit is helemaal niet goed. En de volgende ochtend heb ik de huisarts gebeld. Kon ik meteen terecht. En die heeft ernaar gekeken en die zei, nou ja, het ziet er eigenlijk wel goed uit. Ik verwacht niet dat het iets is, maar ga toch nog maar naar het ziekenhuis, maak maar even een afspraak. En toen ben ik bij de verpleegkundige geweest en die heeft gevoeld en die zei van, nou, we gaan toch eventjes een mammografie en een echo maken. En de radioloog die zag iets, hij zegt, het ziet er niet verdacht uit, maar ik ga even overleggen. Dus nou, die komt terug en die zegt, ja, ik ga toch een biop nemen. Ik wil toch weten wat het is. Hij heeft een biop genomen. En toen ben ik 's maandags met mijn man daar naartoe gegaan naar de uitslag. En ja, ze zat eigenlijk al nee te knikken toen ik binnenkwam. Dus ik zag al meteen zo van, wat is hier aan de hand? Ja, en dan zakt echt letterlijk gewoon de grond onder je voeten weg. Want dan denk je echt van, ja, wat overkomt mij? Want het overkomt, hè, heel veel mensen. Maar jezelf denk je altijd, van mij overkomt dat niet. Ja, dus wel. Dat is een beetje een roes waar je dan in zit. Ik weet wel dat ik thuis kwam en dat mijn dochter, die was boven, die kwam naar beneden gerend van en die vroeg, en hoe was het mama? Ja, toen brak ik, want ik had me de hele tijd sterk gehouden van nou hè, ik was niet emotioneel geweest of niks eigenlijk. Het was net alsof er bij mij een knop omging van, ik moet nou overleven of ik moet nou sterk zijn of ik weet het niet wat het was. Maar toen mijn dochter naar beneden kwam en die begon te huilen, toen dacht ik, ja, toen ging het natuurlijk niet meer. Ik heb wel geluk gehad dat ik er zo vroeg bij was. En nu hebben ze me nog kunnen helpen. Dus dat is eigenlijk wel een tip voor iedere vrouw. Van als je iets voelt, dan doe er alsjeblieft iets mee. En steek je kop niet in het zand, want uiteindelijk betaal je daar toch de rekening voor, denk ik.